Maar luchtdichtheid, wat is dat eigenlijk? Een gebouw moet luchtdicht zijn zoals het ook waterdicht moet zijn. Wij moeten de lekken in een gebouw zoveel mogelijk trachten te beperken tussen de binnen- en de buitenomgeving van het gebouw. Hiertoe moeten we een ononderbroken luchtscherm aanbrengen rondom het gebouw. Nu, waterlekken die komen vrij snel aan het licht. We zien druppels, we zien vochtplekken, we zien schade. Maar met lucht is dat een ander verhaal. Luchtlekken gaan we niet zo direct ondervinden. Maar misschien wel in de winter, bijvoorbeeld als we een koude tochtstroom gaan voelen. Een gebouw luchtdicht maken vereist dus een goed ontwerp en achteraf heel veel zorg bij de uitvoering.